Hallo allemaal, welkom bij vlog nummer 3. Het is alweer een tijdje geleden, want ik kwam er gewoon niet aan toe, want ik had het veel te druk. Het is vandaag 13 maart en wij gaan naar mijn beste vriendin toe in Assen, want die is zwanger. Is dus net verhuisd en ze woonde eerst hier, dus ik kon haar heel vaak zien. En nu is het even een stukje verder weg, dus daar gaan wij zo meteen naartoe. Ik moet nog eventjes wat dingen doen voordat we gaan. Even snel de was en zo een beetje sorteren. En ik ga nog eventjes wat eten. Ik ga Ian omkleden, want die heeft zichzelf helemaal weer ondergespuugd. Oh, die kat zit echt de hele tijd aan de camera ding te kauwen. Maar mijn vriend is dus nog op voetbal en hij komt zo meteen thuis. Dus dan hoop ik dat ik ook klaar ben. En dan kunnen we gelijk gaan. Wij zijn nu onderweg in de auto naar Sanne toe. En het zonnetje schijnt. Hij is weer wakker. Wat vinden jullie van zo'n mooie springkoord? Als je leuk lijkt, dan kan je het gewoon bestellen via Instagram, lief.petit. En dan maak ik ze voor je en dan stuur ik het op. Ja, ik zit dus gewoon even gezellig met Ian achterin. De allermooiste labrador van de hele wereld. Ja, meisje. Dat is Sam. Kijk haar staart. Lekker ding. Dat is niet mooi. Ik ben zo weg. Hé, hey, meisje. Nog een koekje. Zie. Poutje. Wat? Zij is afgeleid. Wat nou? Ga zitten. Ga zitten. Kom. Mag ik je pakken? Kijk nou, wat schattig. Zonder koemelk. Ja. Zonder helemaal geen melk. Ja, helemaal geen melk. Dank. Staan hier zonder kaas. Echt hè? Hier een stoeletje. Gezellig erbij. Sam. Hi meisje. Volgens mij val ik bijna om op de stoel. Ja. Eet smakelijk, iedereen. Even maar vanuit. Ja, oké. Okay. Lekker. Door moet gewoon twee begonnen. Gewoon netjes. En we zijn weer thuis. Home, sweet home. Dankjewel voor het kijken allemaal. Vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer. Ben ik weer. Ik wil nog eventjes laten zien dat ik een nieuw product heb gekocht en hem eigenlijk best wel goed vind. Dit is Eco Styler, wat ik erin heb. De groene pot met olijf erin. Het is best wel goed uitgepakt. Ik wil nog eventjes met jullie delen, want ik ben echt verslaafd aan haar producten. En nu heb ik eindelijk iets wat een beetje goed eruit ziet.